De bestuursdienst van Paramaribo Noordoost is in samenwerking met het BOG, de Economische Controledienst, de SWM, de politie en de brandweer gestart met verhoogde controles op handelszaken. In dat kader zijn 3 supermarkten en een barrestaurant in het resort Blauwgrond en 1 hotelrestaurant in het resort Rainfield tot nader orde gesloten. Bij controle is gebleken dat de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. De ongeregeldheden die zijn geconstateerd variëren van winkelpersoneel dat niet beschikt over een foodhandlerscertificaat tot goederen die niet van een etiket zijn voorzien. Verder zijn de controleurs gestuit op verontreinigd voedsel, de verkoop van illegale sigaretten en alcoholische dranken en uitwerpselen van ongedierte in verkoop- en opslagruimten. De ondernemers hebben een lijst met correctiemaatregelen ontvangen en moeten die zaken in orde maken. Tot dan blijven hun zaken gesloten.